allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Ik ben op weg naar Nant. Ik heb er een paar rond Nant zitten. En de eerste die, dat is een pallet met delicate apparaten. En die moet met de klep gelost worden, dus even kijken of we dat in goede banen kunnen laten leiden. En ik moet er drie rondom dan zo'n beetje lossen en dan heb ik er nog eentje net onder ren. Dus een mooi stukje van de Vendée. Dus ik hoop dat ik wat leuke stukjes weer kan maken voor jullie. En of dat ik vandaag nog leeg kom, dat weet ik niet, maar dat zien we dan vanzelf wel. En dan maar weer kijken wat we terug te laaien hebben. Dus veel plezier met kijken. Ik weet niet of dat jullie ook ons op Instagram volgen. Ja, Leven op Wielen kun je gewoon intikken op Instagram. En Werner Vlogt. Ja, daar hebben we laten zien dat we ook geurhangertjes hebben tegenwoordig. Lekkere appelgeur. Met een afbeelding van de dikke DAF van Sebastian. En ik heb sleutelhangers laten maken met de dikke Volvo van Werner. Ja, als je nou denkt van dat vind ik ook wel leuk, dan moet je ons even volgen op Instagram. Of op de Facebookpagina van Leven op Wielen. En stuur even een chatbericht. En op de Instagram stuur je even een privéberichtje. Dan kunnen we even kijken wat we kunnen betekenen. De geurhangertjes zijn 2 euro, de sleutelhangers zijn 3 euro. Maar allebei komt wel de verzendkosten bij, helaas. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dus we proberen het leuk te houden. Als je ze nou allebei koopt, dan betalen wij de verzendkosten. Dus die beslissing is al jezelf. Het is geen autogeurtje trouwens, hè, jongens en meisjes. Het is een geurhanger. Dus je kan hem ook in je kamer hangen. Je kan hem ook op de wc hangen. Je hoeft niet per se in de auto te hangen. Dus. Het gebouw waar ik moet zijn. Dus ik ga het eens even kijken. Heb ik hier iets? Kan vinden. Dus tot zo. Nou, ik heb het even gevraagd. En ik moet hier wel zijn. Alleen ik kan niet verder. Ik moet even achteruit en draaien. Denk ik, maar goed.
niks tegen, jongens. Maar zo aaien. Gezellig. Finalement, vous allez pouvoir rester là si vous voulez, on va rentrer par là. Par là? Oui, pas problème. C'est plus simple pour vous. Non, pas problème. Ok, merci. Dan moeten we er wel hier aan. Het is maar één pelletje van 300 kilo, dus het valt op zich wel mee. Ja. Het moet wel even geregeld worden. Dus dat gaan we even doen. Zo, die zijn gelost. Blauwe uit. Even gauw dichtmaken op naar de volgende. Nou, zo. Op de middag lossen om. Hoe laat is het joh? 11:15 of zo? Later al denk ik. 12:30 geweest. Must be my lucky day. In Frankrijk op de middag lossen of laaien. Dan moet je heel veel geluk hebben, dus ik ga vanavond gerust naar het casino. Op naar die volgende. En ik moet even op navigatie doen, want ik heb geen idee waar we heen moeten. Berlinje.
die klant is weer gelost. Ja, nou heb ik er eigenlijk nu eentje in zitten, maar die gaan we niet meer kunnen lossen vandaag. Dat is maar tot 4:30. En het is nu 4:30. Dus ik heb daar een stukje boven wel een restaurantje gevonden waar ik kan douchen en eten. Dus dat is mooi. Dus ik denk dat ik wel even langs het bedrijf rij. Ik ben er rond 4:45. En volgens internet zou dus het 5:30 werken. Dus misschien heb ik een klein beetje geluk. Dan, dan los ik. En ja, heb ik pech. Nou ja, dan heb ik eigenlijk geen pech. Maar ja, dan los ik niet gewoon. Dan morgen weer een dag. Dus we gaan het wel even bekijken eerst. Ik ben er even langs gereden, maar dat werd er niet. Dus op naar een restaurantje en dan kijken we morgen weer verder. Komt allemaal goed. Zo, nou inmiddels zijn we woensdagmorgen. Ik heb mijn klantje gelost die ik nog moest lossen. Dus dat is geregeld. Ja, het was allemaal nog een beetje donker toen ik begon vanmorgen, dus een beetje weinig nut om te filmen. En nu sta ik bij Saint-Nazaire in de buurt. Daar heb ik ook alweer één geladen. En dan moet ik er nog 3 gaan laden, maar dat is allemaal richting Cholet. Dus voorlopig even 120 kilometer rijden. En dan hoop ik dat het daar even wachten op de slagboom. Dan hoop ik dat we daar wat shotjes kunnen maken. Dus. Maar dat gaan we zo wel zien. We gaan eerst weer fijn is een stukje doen waar ik goed in ben. En dan is gewoon dom naar buiten gaan zitten kijken. Dus ik geloof 40 kilometer naar de volgende. Prima.
moet ik er nog opschrijven waar het naartoe moet. Dan kunnen die jongens in de loods. Op het moment dat ze erin rijden noten, kunnen ze gelijk zien waar het naartoe moet. Dus dan is dat voor hun ook duidelijk. Dan zou dat normaal gesproken niet verkeerd moeten gaan. Dit rijdt niet zo lekker. Zo jongens en meisjes. En dames en heren. Ja, ik heb even gebeld. En dat is voor vandaag gebeurd. Hij heeft niks meer op te halen. Dus ja, dan kan ik van hieruit, ik sta bij Angé natuurlijk. Kan ik over twee kanten naar de zaak rijden. En dat is over prijs. En dat kan over Rouen. Dan maar Rouen naar Amiens zo. Ja. De planning heeft besloten om mij over Rouen te laten komen. Dat is ja, in zijn ogen nog een optie waar we eventueel wat kunnen laden op de terugweg morgen of zo. Ja, het is vanaf hier nog dik. Of bijna 300 kilometer rijden naar Rouen, dus dat ga ik vandaag toch niet meer redden. Het is 3:30 geweest. Dus ja, ik rij in ieder geval een heel stuk die kant op. En dan kijk ik tussen Le Mans en Alençon of misschien net al voorbij eventjes voor een restaurantje. Dus ja. Het is wel apart, als jullie met mij mee rijden dan... gaat het meer over restaurants dan over werk, hè? Ja, sorry. Ja. Je moet ook een beetje aan jezelf denken. Kijk, werken, dat kan altijd nog. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. En ja, laat me weer weten in de reacties. Ik lees je weer graag. Dus ik zou zeggen, prettig weekend. En tot de volgende keer. Houdoe.